Hallo, leuk dat je weer kijkt. Ik ben Hugo, het landelijke traject van Popsport. Zoals je ziet ben ik bij Artes, Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. We gaan vandaag kennis maken met de deelnemers voor het landelijke traject. En de coaches die hen gaan begeleiden. Genoeg te doen vandaag, ik heb er weer zin in. Kijk lekker mee, kom lekker mee. We gaan naar binnen. Hey, een paar oude bekenden. Ja, zeker. Psyso. Psyso. Wat komen jullie doen? We komen hier even twee uur spelen en even praten over Popsport. Oh, oké. Okay. Het is jullie wel wat waard, Popsport, ja, of niet? Ja, zeker. Komt ook wel door jou. Ah, kijk nou, ik heb zo'n band opgebouwd met deze jongens voor jou. Toen we Popsport gingen doen, kwamen we eigenlijk achter dat niet iedereen dezelfde ambities had. En ja, wat doe je dan als jij degene bent die heel graag iets wil in de muziek, maar er zit ook iemand in de groep die niet zo daarover denkt of die vindt het gewoon leuk? Dan moet je een beslissing maken en daarin heeft Popsport ons heel erg geholpen. Jullie hebben wel een coach gekozen, toch? Nou, wij kozen voor Julia, dat is een producer. Die samenwerking die je met iemand opbouwt, als je daar moeite en tijd in investeert, dan is dat een connectie voor het leven, weet je wel. Dus neem het serieus en let's go. Een Friese band. Ja, dat klopt. Friesland natuurlijk. Zijn jullie ook Friese band? Ik denk het wel. Friese band. Hebben jullie ook Friese liedjes dan? Nee. Een soort van Friese in sommige woorden, maar je zou het denk ik niet merken. Hoe heet jij? Get Lucky. Get Lucky. Get Lucky. Dus dat is jouw artiestennaam? Hm? Nee, dat is gewoon mijn echte naam. Als je daar een grap nu over maakt, dan... Hey, een vette naam. Ja, thanks man, thanks. En wat wil jij leren met Popsport? Wat heb jij als leerdoel? Ik heb geen doel, ik wil altijd zoveel mogelijk bij je leren. Ah. Popsport geeft gewoon de opportunity om gewoon met mensen die al in de industrie zijn, gewoon samen te werken. Dus. Ja, precies. Dus dan kijk je naar... Love for Popsport. Ah, mooi. Te gek. Dankjewel. Geen. Achter mij staat de jongste deelnemer van Popsport Landen volgens mij, Remco, hij is 13 jaar. Hij draait volgens mij als het Future House of iets in ieder geval. Hallo. Hoi. En hoe ging ie? Supergoed. Ja, wel lekker toch? Ja. En hoe lang doe jij dit eigenlijk? Want, 5 jaar. 5 jaar? Ja. Dus je bent begonnen op je... 8e of zo. 8e. 7e. Oh, wauw. Ja. Hey, zijn jullie aan het soundje? Je hebt hier toch een monitor staan, toch? Dat ding. Maar kijk, hij staat heel zacht. Hij staat heel zacht. Oh ja. Doe nog eens. Oh ja. Dus even testen nog. Ja, even testen. Oké. Dames en heren, what the fuck? Hoe ging het? Heel goed. Heel goed. Zeg, we zijn al klaar hoor. Ja, sorry. Ja, jij krijgt er geen genoeg van. Ik liet me even gaan. Ja, ik zie het. Dames en heren, bedankt voor vandaag! Hey! Yes, de kick-off van het landelijk traject van Popsport zit er alweer op vandaag. 4 november
kunnen de deelnemers naar Kartopia toe. Daar krijgen zij dan een inspiratiedag vol coaching. 1 december zal de afsluitende dag zijn van het landelijke traject van Popsport dit jaar in de basis in Nijmegen. En dat is de broedplaats voor creatief talent in Nijmegen op initiatief van de staat. Ze krijgen daar onder andere kans om een opname te maken, geluidsopname van een eigen nummer. En dat niet alleen, ze mogen ook met een volledig verzorgde videoclip naar huis. Ik heb echt een geweldige dag weer gehad vandaag. Tot de volgende keer. Tot 4 november en tot 1 december. Houdoe!